Nou, deze BTV gaat vooral over nachtgames. Dit is op zich gericht naar big games, maar in principe geldt het ook gewoon net zo goed voor als je in de avond bij Os paintballt of bij Limo Bravo bijvoorbeeld. Met de night games, sommige mensen hadden een breaklight op hun hoofd zitten. Daar zou ik het zelf niet zo graag doen, want je ziet de tegenstander dat lampje ook. Maar wat ik ook mensen zag doen was dat ze er soms een beetje vormpjes van maakten. In plaats van gewoon een recht staafje of een cirkel, dat ze er iets anders van maakten. Wat daar handig aan kan zijn natuurlijk, is als heel de beerclan dat doet, een bepaald vormpje, dat wij dan op een afstand kunnen zien, als dat op je rug zit, op je schouders zeg maar, dat je dan kan zien van hé, dat is een van ons, weet je wel. Dat je dan elkaar makkelijker terug kan vinden zonder dat je hoeft te roepen in het donker om te kijken wie dat is. Als een night game zo donker is, net als bij Citadel, dan zou ik zeggen, dan raad ik je toch nog wel aan. Ik deed meer schuiven met mijn voeten in plaats van lopen, want je weet nooit of je op een gegeven moment, of er opeens een steen op de grond ligt, een grote, of een kuil of iets. En als je gewoon met je voeten schuift over de grond in het pikken donker, dan voel je tenminste als je opeens een afstap hebt of iets in die zin. Ik vond het zelf wel veiliger lopen, zeg maar. Wees in een night game wel heel duidelijk als je af bent. Want zo zag ik bijvoorbeeld een tegenstander zijn breaklight. Nou, dan schiet ik daar naartoe. Ik zie die ballen van mijn geweer wel een beetje gaan. Maar of ik hem nou raak of niet, dat kan ik niet zien. Dus toen bleef ik doorschieten en toen zat hij opeens dat hij toch wel boos werd dat ik doorschoot. Maar het is gewoon ontzettend moeilijk om te zien of je iemand wel of niet raakt. Dus dat zal je wel gauw merken dat je dus als je geraakt bent, dat je gewoon gelijk moet schreeuwen, zeg maar, dat je geraakt bent. Dan stopt natuurlijk iemand wel met schieten. Maar anders is het best wel lastig. Want overdag kan je het vaak wel zien dat iemand opstaat en zijn arm omhoog doet, maar je kan het nou heel moeilijk zien, want de meeste mensen gaan zich hier in de schaduw zitten. En hoef je ook niet echt in dekking te zitten, want de schaduw is eigenlijk jouw dekking. Maar als je dan wel ziet en ze schieten dan, ja, dan ben je goed raak. Dus dan moet je wel duidelijk zijn dat je geraakt bent. Anders kan je verwachten dat je echt heel veel geraakt wordt. Zie je me in al deze nachtbeelden allemaal met een zaklamp aan. Een anders Alex wel, maar dat zijn ook de enige beelden die de camera kan opnemen. Dat is ook de reden waarom ik het vaak ook wel toch wel stiekem aan had. Maar eigenlijk doe je het beste aan om geen lamp aan te zetten in een nachtgame. Want dan kan je eigenlijk totaal verstoppen in het donker. En dan hoef je alleen maar te gaan jagen op de lichtgevende breaklights die je hier voorbij ziet lopen en zo. Je went ook wat meer aan het donker natuurlijk, dus aan het weinige licht wat je hebt. Als je dan die lamp aanzet, is het echt alleen maar om iemand even helemaal te verblinden en dan te grazen te nemen bijvoorbeeld. Maar het is ook als je voorop loopt en iemand achter je, die schijnt licht. Dat wil zeggen dat je dus die voorste mensen dus helemaal aan zijn positie aan het verraden bent. Terwijl jij die licht gebruikt om vijanden te zoeken. Maar je kan dan veel beter zeggen, ik ga gewoon, omdat je toch weet dat 10 maten voor je zitten, je gaat gewoon stilletjes in het donker naar voren toe. Schuif je voeten over de grond. En je gaat naar voren toe. Natuurlijk met als je terugloopt of als je, net als ik had nou een boxmag bij, dan moet je best wel veel handelingen doen. Dan is het wel lekker als je een zaklamp hebt. Dus dan deed ik gewoon de zaklamp aan bij mijn respawn basis. En dan deed je al die dingetjes regelen, zeg maar, die je moest doen. En als je zegt, ik wil sneller terug zijn in de game, dan deed je lamp aan met het terugrennen naar de respawn. En, want dan kan je gewoon zien waar je je voeten wegzet. Maar voor de rest, ja, je moet er wel bij stilstaan dat je wel echt de positie verraadt van jezelf en van je teammaten met een zaklamp. Dus
Daarom waren er een paar teammaten die daar flink problemen over hadden als je het aanzette. En eigenlijk is het ook wel zo. Het is eigenlijk niet zo handig om te doen. Als je objectives moet voltooien, dan is het wel handig als je naar je respawn punt loopt om dan gelijke tijd terwijl je er naartoe loopt en door het veld loopt om dan te zoeken naar die dingen. Dan weet je tenminste hoe ze eruit zien, zeker in het donker. Natuurlijk als je een hopper hebt of een marker die een lampje hebt die brandt, dan kan je dat best gewoon afplakken, want anders kan dat alleen maar je positie verraden. Ook moet je rekening houden als je een marker hebt die makkelijk ballen breekt in de kou, dat het natuurlijk in de avond ook een stuk frisser is dan overdag. Dus dat is ook iets om aan te denken. En ik zou niet iets meenemen waar je nog nooit mee ingeschoten hebt of iets wat overcomplex is om mee te werken. Dus net zo goed dat deze boxmag best wel veel werk is om te laden. Je kan beter gewoon simpel houden, gewoon een hoppetje. Wat deksel omhoog, pot erop en je giet hem leeg, dan zit hij weer vol. Want je hebt niet zoveel licht om te zien wat je doet. Dus het is best als je gewoon bekend bent met wat je in je handen hebt. En dat het niet te veel friemel dingen hebt, zoals magazijntjes die je kwijt kan raken terwijl je het niet eens door hebt in het donker. Of ook natuurlijk al je schroeven even nalopen voor je dat gaat doen. Dan zou ik dat toch doen voor een big game. Maar dat je even in het donker, dat je het wel goed door hebt van anders trilt er iets los of zo. Dan kan je dan allemaal niet zo goed zien. En op een gegeven moment heb je een half geweer in je hand of zo.